komen jullie erop om Stevie Wonder muziek te gaan maken? Dat vragen we onszelf ook af. Want de man is echt een goede muzikant. Of goed, laten we zeggen, hele goede, perfecte muzikant. En het begon eigenlijk bij My City Amore eigenlijk. Toen ik 16 jaar was, begon ik in mijn slaapkamer te zingen en ik dacht van wow. Toen ben ik zijn repertoire gaan bekijken, toen dacht ik van nou, dit is echt prachtige muziek. Dus zo zijn we bij elkaar gekomen. En mijn nichtje heeft toen de band bij elkaar gezet. En zo zijn we met hele goede bandleden bij elkaar gekomen. Okay, ja, en ik weet niet, jij hebt de zwarte bril op of wie heeft de zwarte bril op? Ik heb de bril op. Ja. Ik had de bril op, ja. Maar je bent niet echt blind dan? Nee. Maar als ode aan Stevie Wonder dacht ik van nou, een bril op, dat geeft toch het gevoel. Ik wilde geen lookalike doen, dat vond ik niet leuk, maar ik dacht gewoon van een tribute. En daar hoort een bril ook bij natuurlijk. En als je je ogen dicht doet af en toe als ik zing, dan voel je het veel meer dan als je gewoon zo kijkt. Zo. Waar komen jullie vandaan? Suriname, nee grap. Nee, wij komen overal vandaan. Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar. Ja. En hoe is het dan hier in het zuiden? Heerlijk. Ik weet dat het in het zuiden altijd warm is. En de mensen zijn ook heel warm. En leuke sfeer. Altijd een leuke sfeer als we in het zuiden komen. En het is gewoon net alsof je op vakantie gaat eigenlijk. Ja, en de kasteeltuin hier, voelt het goed? Het voelt perfect. We hebben net nog even lekker gegeten. Hospitality is goed. Worden goed behandeld en het publiek is prachtig. Iedereen gaat helemaal los. Dus ja, wat wil je nog meer? No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to hit away. But what it is something to rule. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturdays within the month of June. But what it is something to rule. Ik ben zeker fan, ja. Ja, wie niet? Ben je bewust hier voor Stevie Wonder gekomen of kom je vaker? Ik kom hier elke week. Zo'n leuke sfeer hier, is gewoon superleuk. En wat is nou jouw favoriete tribute band? Nou,
Tot nog toe was het niet bewonderd eigenlijk. Het is eigenlijk wel het allerbeste tot nog toe. Qua kwaliteit, die zanger is echt geweldig. En volgende week ABBA? Ja, ABBA vind ik niet zo leuk. Dat is meer een vrouwending, dat is niet zo'n mannending. Oké. Okay. Ik sla denk volgende week keer over. De eerste keer, de laatste keer sla ik keer over. En heb je nog ideeën die ze nog zouden kunnen doen hier voor een tribute band van een zanger of een groep? Queen. Queen? Queen, ja, Queen is gewoon helemaal geweldig. Queen. Ook een keer voor een festival met een leuke DJ of zo, met Chesto of... Dat zou ook een leuke idee zijn. Als je nou zelf een tribute band zou mogen kiezen die hier komt optreden, wat zou jij dan zeggen? Doe die maar. Oh, ik zou wel heel leuk vinden om een keer een Bon Jovi tribute band te hebben. Bon Jovi? Ja. Ja. Daar ben je fan van? Ja. Vooral vroeger. Dus wel de muziek van vroeger? Ja, ethisch. Ik hou ook van de muziek van nu, maar dit is toch fantastisch. Als je nou zelf mocht kiezen, hè, een tribute band die hier komt optreden, wat zou jij nou leuk vinden? Moeilijke vraag. Ik zou het echt niet weten. Waar hou je van? Waar hou je van? Ja, van alles. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, ik weet het niet, nee. Ja. Wat? Nou, ik weet, Ties die houdt heel erg van harmoniemuziek. Die speelt trompet bij Koninklijke Stadsharmonie Philitonia. En ja, wij houden heel erg van die muziek, dus... Het zou ook ooit heel leuk zijn om hier te mogen staan. Maar goed, dat ligt niet aan ons helaas. Dus Philitonia hier? Ja, ik stem voor. Ik stem voor. Vind ik wel. Ja, het lijkt me ook wel iets. Ja, zeker. Dat zou helemaal geweldig zijn hier natuurlijk, maar ja. Houden jullie van Stevie Wonder? Nee, eigenlijk niet, maar het is wel keigezellig. Ja. Kiezen, een tribute band hier bij de Kasteeltuinconcerten. Wat zou jij nou leuk vinden? ABBA, volgende week ja, ABBA. Ja, ABBA. Ja, die komt al, maar als je er een kunt kiezen. Iets van Grease of zo, nog gezelliger. Grease? Ja, zoiets. Ja. Musical muziek. Ja, gewoon lekker gezellig. Ja. Dansmuziek. En dan van de jaren 80, 90 ja, of 80 ja. Sowieso. Ja. Welke band zou jij nou willen? De eerste, denk ik. Proost, wat was het? Ja, zo'n feestband. Ja, aan de Amstel Heren. Ja, die was ook leuk. Maar als je nou iets mag kiezen wat er nog niet is geweest, heb je daar ook nog iets en je zegt, oh, daar moeten ze een keer aan denken, dat is lekkere muziek. Een beetje meer boemboer. Een beetje meer boemboer. Bedoel je meer van deze tijd? Ja. Waar zou jij nou voor kiezen? Ik heb geen idee. Voor Coldplay, denk ik. Coldplay. Ja. Ja, ik ben nogal van Elvis, maar ja, dat is tegenwoordig al helemaal ingevuld hè, door anderen. Dus
Die zou dan hier niks toevoegen, denk ik. Ik vond Bushfight heel erg goed, bijvoorbeeld. Guus Meeuwis? Ja, tribute to Guus. Of Guus Meeuwis tribute, als die. Ja, die kan, ja. Graag, ja, leuk. Ja, lijkt me leuk. Super. Dus je houdt wel van feest? Zeker weten, absoluut. Ja. We nemen hem mee, dankjewel. Een tribute band van Elvis zou wel leuk zijn. Een andere insteek, Status Quo zou ik wel leuk vinden hier. Of Mutt of zo, iets van vroeger dan.